En de 16-jarige jeugdspeler Zakaria Labiat heeft vandaag een contract getekend dat het tot medio 2012 aan PSV bindt. De jeugdspeler traint al geruime tijd mee met de A-selectie. Wat heeft hij voor de komende jaren voor verwachtingen hier? Ik wil doorbreken hier gewoon bij PSV en zoveel mogelijk jaren hier voetballen. Want je traint al geruime tijd met de A-selectie mee. Heel leerzaam? Ja, heel leerzaam. Je hebt echt een voorbeeld, Ibrahim. Die legt me veel dingen uit en die leert me veel. Ja. Dat is ook iemand waar je lekker aan op kunt trekken, hè? Ja. Ik ben er altijd met hem. Ja. De trainer zei, hij moet nog veel leren. Heb je zelf dat gevoel ook? Heb je zelf het gevoel dat het nu eigenlijk ook pas begint? Ja. Ik ben er nog niet. Ik moet er nog keihard voor werken. Wat is nou de volgende stap? Je debuut hier zo, in dit mooie stadion? Ja, dat zal fantastisch zijn, ja. Is dat iets om naar uit te kijken? Ja, zeker. En verder in de toekomst? Mijn droomclub is Arsenal. Maar voorlopig blijf ik hier nog bij PSV. Gewoon lekker grote voetballer worden hier en dan maar verder kijken. En opvolgen van Ibrahim, hopelijk. Dat is mooi gezegd, dan moet je er bijna heel aan als je dat wordt. Ja, daarom. Maar ik ben er nog niet. Om hem te worden moet ik nog keihard trainen. Je bent ook pas 16, dus je hebt nog alle tijd van de wereld. Ja, dat is wel makkelijk gezegd, ja. Maar? Maar ja, 16 jaar. De meeste jongens op dit moment debuteren op 17e, 18e. Dus de tijd kan ook heel snel gaan. En in combinatie met zijn schoolopleiding zal Zakaria Labiat dus zoveel mogelijk meetrainen met de A-selectie. Blijft natuurlijk de vraag wanneer hij gaat debuteren in het eerste van PSV. Hoe ver zit hij nog van speelminuten in het eerste af? Ja, kijk, het is een manneke van 16 jaar. In voetbal kunnen soms kan dingen in één keer zo zijn en omstandigheden kunnen. Maar op de trainingen en zo, ik vind nog wel dat hij even moet leren. Maar goed, dat is heel normaal. En het is, de kunst namelijk is om met talenten op een dusdanige manier om te gaan dat de kansberekening van falen dat niet heel is. En daar moet je altijd wel voor oppassen. Maar er zijn meer spelers in mijn kader hoor, die eigenlijk recht hebben op speelminuten. En daar mag ik niet aan voorbij gaan. Dat ik me blind laat staren omdat toevallig een jongen van 16 jaar dat hij getalenteerd is en dat hij uit eigen opleiding komt, wat uitstekend is. Alleen, ik heb met meerdere te maken in de kleedkamer. En die kleedkamer, eigenlijk hebben ze allemaal recht op voetballen. Omdat namelijk dat wat ze brengen, hè, en zeker in de acceptatie naar elkaar toe, dan verdient eigenlijk iedereen het. Dus ik laat me niet blind varen omdat het toevallig een talent is. Als je nagaat dat Zakaria op 12-jarige leeftijd is binnengekomen binnen de jeugdopleiding. En dan een paar jaar later in ieder geval de stap kan maken. Of heeft al gemaakt mee trainen met het eerste. Dan is dat geweldig. Maar het mogen duidelijk zijn dat het pas het begin is. En het is aan de technische staf en aan de speler zelf. Van of hij daadwerkelijk echt de grote stap kan maken. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Het is ook een signaal naar andere jeugdspelers die hier al zijn. Of die hier gaan komen. Dat je dus echt kunt doorbreken bij PSV. Nee, maar dat is een prachtig voorbeeld. Ja? We hebben natuurlijk al meerdere voorbeelden van spelers die in het eerste spelen. En die wekelijks in de basis zelf starten. En dit is een geweldig opsteker ook voor de jeugdopleiding. Zo zie je, als je binnenkomt als 12-jarige en als je nu op 16-jarige leeftijd zo'n contract tekent en je voor langere tijd bindt aan de club, dan is dat een prachtig voorbeeld. En dat is voor ons, in ieder geval voor de technische staf van de jeugdopleiding, geweldig om daar nog harder en met die spelers mee aan de slag te gaan. Van, jongens, misschien wel de beste reclame die je kunt hebben. Dat dacht ik wel.